In 2026 bestaat Els 1300 jaar. En Stichting Els 1300 zal stilstaan bij dit jubileum door middel van verschillende activiteiten die het gehele jaar zullen plaatsvinden. Het afgelopen jaar is op initiatief van het Centrum Management Elst door een werkgroep nagedacht over de organisatie van een dergelijk programma. Er gaat natuurlijk van alles gebeuren in dat jaar, het hele jaar door, maar vooral in 2 weken rondom Pinksteren, want dat is dan echt een beetje de datum dat het echt 1300-jarige bestaan gevierd gaat worden. We hebben al allerlei contacten met organisaties en verenigingen en clubs die iets willen organiseren, maar straks heb je ook gewoon handen en voeten nodig om het met vrijwilligers om het allemaal georganiseerd te krijgen. De stichting wil een programma maken voor het hele jaar, zodat de viering een mooi geheel wordt. Alle activiteiten die al plaatsvinden of eventueel die verenigingen gaan bedenken in dat sausje 1300 te gieten. En dan in juni, op het moment dat echt die 1300 jaar moment daar is, dan hebben we ook wel festiviteiten en hebben we concentraties van activiteiten. Dat we dus niet een jaar hebben dat iedereen allemaal individuele dingen gaat doen, maar dat we er echt een mooie rode draad van kunnen gaan maken. En we willen echt initiatieven aan elkaar verbinden, mensen met elkaar in contact brengen en dat is eigenlijk vooral onze rol. Sinds de viering van 1250 jaar Elst is het dorp flink gegroeid. De viering moet er dan ook voor zorgen dat iedereen zich verbonden gaat voelen met het dorp. Groeit dus, hè, want 50 jaar geleden is ook Elst 1250 gevierd. En toen had je nog de gemeente Elst. Ja. En toen sprak je over 5.000-6.000 inwoners. Als je nu kijkt naar Elst als dorp, ja, dan hebben we het over veel meer inwoners. Dus dat jong en oud en mensen die hier al hun hele leven wonen, maar ook mensen die misschien vrij recent hier zijn komen wonen, want Elst is een heel snel gegroeid dorp, dat die zich allemaal weer Elstenaar gaan voelen en dat ze zich allemaal betrokken voelen bij activiteiten die hier georganiseerd worden. Ook als bijvangst dat verenigingen, doordat ze die activiteiten gaan organiseren, weer enthousiasme krijgen, nieuwe leden kunnen aantrekken. Dus dat zijn wel thema's die echt onderliggen in datgene wat we willen bereiken.